Is dit filming? Dit is filming. Dan ga ik het zeggen. Welkom mensen bij een nieuwe aflevering van Volgens met Joey. In deze aflevering ga ik naar Rotterdam. En die kids daar... die zijn helemaal uit Den Haag naar ons toe komen rijden. En ze hebben geluk, want ik moet toch naar Rotterdam. Ik drop ze eventjes in Den Haag. En dan gaan we eten bij restaurant De Gouwbal. Telling you rustig. Ja, ja, het beetje staat keurig vast. En dan gaan we rijden. En een afploeg ervan maken. We moeten natuurlijk weer een scootertje opvoeren. Maar we gaan ze eerst de jongens wegbrengen en even eten, want ik ben kapot honger. En het is nog fucking mooi weer, moet je lucht zien, hè. Oké, dat was het. Oké. Zoals David al zegt, we gaan even die broodje in ons achterhoofd houden en als we daarmee klaar zijn, gaan we door naar de cliënt. Heerlijk gegeten mensen! En die kids ook trouwens, kijk, zit nog aan hun dingetje. Lekker gegeten. McDonald's. Ze gingen voor een rondje in een vierkantje, ofwel een hamburger en een vis al vis. En nu ben ik de scooter aan het loshalen, de kruid zetten. En we gaan een kentekenplaat houden, die krijgt hij natuurlijk. Oké. Okay. Niet vergeten hoe de petten. Ja. Oké, jongens. Hey, het is leuk dat jullie waren bij de zaak en even bij de film en de eten en de en al dat soort dingen. Zetting je rustig, wij gaan doorrijden. En rijden voor zitten, ja? Ja, is goed. Dankjewel. Later. Is dit ready? It is ready. Oké, de mensen, nou, we zijn onderweg naar Rotterdam, we gaan de snelweg op. En dan zullen we kijken bij wie we aankomen, wat voor scooter die precies heeft. Volgens mij was het een sprintje die we gingen chiptunen. Is dit filming? Het is filming. Oké dan, nou we zijn er. We hebben ongeveer een uurtje erover gedaan, maar we zijn in... Wil jij het zeggen waar we zijn? Mijn Serenland. Hi man. Joey. Siep. Hoi Siep, we gaan je scooter opvoeren. Waar moet hij gaan? 45. Hij gaat 45 zo meteen. Oké, is goed. We gaan hem fixen, kijk mee, want we gaan de Vespa Sprint opvoeren. Nou, dit is het exemplaar. Ik sta er een beetje voor in het licht. Dit is het exemplaar dus, deze gaan we opvoeren. Maar Dave had een hartstikke goed idee, want hij zei, nou laat ik dan even anders bij achterop gaan en even kijken hoe hard hij gaat. Dus Inline, Dave gaat nu bij hem achterop en we gaan even kijken hoe hard hij gaat, want hij rijdt echt super langzaam. Dave, neem plaats op de rooszadel. Het exemplaar is gestart en zit daar wel liefst 1197 km op en wij gaan deze nieuwe scooter opvoeren. Het is trouwens, zoals je kunt zien, 10 over 10 maar liefst. En we gaan even kijken hoe hard hij gaat. Nou, ben je er klaar voor Dave? Ja. Hou je goed vast met twee handen met die 1 pk. Ja? Nou, dan gaan we hoor. Kijk mee! En we gaan wel. Oh, hier is de teller. We gaan zo op de weg rijden. Ja, dat gaat niet hard. Ik snap wel waarom ze me hebben gebeld. Oh, hij gaat langzaam. Hij gaat langzaam, joh. Maar zo meteen niet meer, want hij gaat echt als raket. Rocket. Nou goed, dit is natuurlijk op de janken. Dit doet niemand. Nou, voor ook zelf scooters op. En we gaan nu aan de blok mensen hier in Mijns Heer Held. Oh, je haalt je vinger erop, wacht even. Ja, nog ietsje omhoog. Ja, zo. Oké dan, dit is mijn assistent, hij gaat helpen vandaag. Wat ik ga doen als eerst is de CD demonteren. Die zit de CD bij de sprint. Als de CD eruit is, zet ik er een bromfiets CD in. Dan ga ik met de kartenkap aan de slag, met de sproeier en dan zal hij rijden als een tiet. Kijk mee, want hij gaat zo meteen rijden echt als een... Ik heb het CD zojuist gemonteerd voor Mr. Opdrachtgever. Nu gaan we het kartkapje loshalen en uiteraard zal ik daar weer de getoende rolletjes in stoppen en een veiringetje om niet 80 te laten lopen, maar 45-50 dus.
dit is een mooie. Kijk eens, let op, hè. Nee. Wat? Thank you. En je suiker ook, of? Ja, dat weet ik niet echt. Oh, ruikt lekker, man. Dave, wil je even ruiken? Ruik aan mijn thee. Daar ben je emotioneel van het opvoeden altijd. Het is toch weer één kindje van Joey Schaap BV, weet je. Zo te weten, Joey Schaap kent dekblad, haar die kan kopen, vfdrus.nl. Je blijft het proberen. Ja. Oké. Yes, zal ik het zo vertellen? Nou, yes. Ga ik het zo vertellen. Want de CD zit erin, de roller, de firing. En daarmee moet de snelheid juist afgesteld zijn. Maar opdrachtgever nummer 2 gaat de scooter even testen. En dan gaan we kijken of hij hard genoeg gaat. U mag hem testen. Opdrachtgever heeft net getest en de snelheid is nu naar wens, gaat zo'n 47 km per uur. Je hebt nog kans dat je een klein beetje uitloopt naarmate de scooter en warmer wordt en meer ingereden raakt. Hij is nog eigenlijk bijna nieuw. Ik ga even de kartkap dichtbouwen, want ik heb nog niet alle bouw erin gedaan. Waarom niet? Als ik hem wel nog moest afstellen, dan moest ik weer alles loshalen en dat is eigenlijk niet nodig. Nu heb ik 5 bouwtjes gedaan, prima. Maar de scooter kan hem dichtbouwen en dan gaan we met z'n tweeën testen en kijken hoe die dus trekt en rijdt. Ik ben blij, want ik heb net even zelf ook gereden. Hij rijdt echt als een kanon. Yes? Yes? Can I fire up the engine? Fire up the engine. Oké, dan zie je ze nu, als ik hem heb opgefired, zie je dan een auto een wheelie trekken met de Fast and Furious. Oké, goed. Ik ga hem aanzetten. Hij staat aan, mensen. Ga op de weg rijden. Ja. Zo begon uit. Ja. Oké. Nou, daar gaan we, mensen. Vol gas! Gas 4, tak 2, klep, piaggio, motorblok. Wat? Kijk, man. Goed vast met 2 handen met die 1 pk. Ja? Nou, dan gaan we, hoor. Kijk mee. En we gaan wel. Oh, hier is het teller. We gaan zo op de weg rijden. Ja, dat gaat niet hard. Ik snap wel waarom ze me hebben gebeld. Test. En hij gaat 45 met z'n tweeën en hij rijdt top track goed, dat heb je zojuist gezien. Ik denk dat hij in zijn eentje 7,48 gaat, maar we zijn even teruggereden naar de klamdop, want deze moest nog op. En Joey gaat kentekenplaat houden, ik ga monteren, daarna sluiten we af, dit was de avond. Ik ben blij, hij rijdt hartstikke goed en gaat plaatje erop zetten natuurlijk. Antidiefstel zoals je kon zien in de andere film. Ik ben een burn-out. Ja, gas is lastig te doseren, hè? Ja. Dan moet je hem gewoon op een zachte stand zetten. Wat zeg je? Dan moet je hem op een zachtere stand zetten. Oh, 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 dat klopt. Je moet een standje 1 zetten. Oh, een heerlijk ding. Zullen we daarmee afsluiten? Dan kom ik zo uit de loods, hè? Ja. Dan doe ik een hele lange slip, ja? Ja, oké, de mensen, dit was weer voor vandaag. Het volgt met Joey. Dankjewel voor het kijken. Gaan we opnieuw doen. Oké, de mensen, dit was weer voor vandaag. Met volgens met Joey. Duizend volgen op YouTube en Facebook. Abonneer voor het leuke filmpje. Even duimpje omhoog. En zie je graag weer de volgende keer met volgens met Joey.